Wayne Price uit Pretoria en Anton Bjoutje, de Benjamin van het gezelschap. En tenslotte onze eigen mannen. Te beginnen met teamcaptain Ted van der Parde, drievoudig sterkste man van Nederland en sterkste man van de wereld in 1992. Dan de Beer uit Geesteren, Berend Veenenberg en met blonde krul als handelsmerk Tjalling van den Bos. Dames en heren, goedenavond. Een stoeltjeslift veronderstelt misschien een of ander wintersportland, maar dat is niet het geval. We zijn ditmaal op het eiland White voor een teamwedstrijd van gigantisch sterke mannen. Je mag wel zeggen de sterkste mannen van de wereld. Het eiland ten zuiden van Engeland is het kleinste graafschap van Groot-Brittannië, met een oppervlakte van 800 vierkante kilometer, een wegennet van 500 mijl en zo'n 127.000 inwoners. De Romeinen noemden het eiland destijds Vectis. En via het Angelsaksische White Island ontstond de naam Wight. Het wordt door de Engelsen gekoesterd met prozaïsche bijnamen als Garden Isle, eiland van tuinen, en England as it used to be, Engeland zoals het vroeger was. De vroegere bewoners van het eiland White waren agrariërs en botenbouwers. Nou, bij het eerste onderdeel doen we deze traditie geen geweld aan. Hier op de esplanade van Shanklin, een badplaats van 7500 inwoners, die claimt de meeste zonneuren te hebben per jaar, gaan onze sterkste mannen een stukje lopen met een boot. Een speciaal geconstrueerd gevaarte van maar liefst 750 kilogram. Een aardig opwarmertje dus om de competitie te openen. In eerste instantie gaat het erom wie de snelste tijd maakt over de uitgezette 25 meter. Haalt niemand die afstand binnen de limiet van 2 minuten, dan tellen de afgelegde meters. Competitors, are you ready? 3, 2, 1, lift! Het commando lift komt van hoofdscheidsrechter Jeff Capes, maar onze aandacht gaat natuurlijk uit naar de IJslanders die als eerste het asfalt van Shanklin mogen aanpakken. Dit is Torri Olafsson, links loopt Magnus Ver Magnusson en rechts Gunnar Torgutjonsson. 750 kilo dus, dat is niet niks. En het komt voornamelijk neer op de mannen die aan weerszijden lopen. Dus deze Magnus en deze Gunnar. De man die achterloopt hoeft alleen maar, ja, wat is alleen maar, te sturen. Voor hen geldt tillen, de goede balans vinden en dan met kleine pasjes in een goed staccato tempo doorlopen. Het is de tweede kerel dat ze hem neerzetten en dan moet hij weer omhoog getild worden. En dat vreet krachten. Weer de balans gevonden. En dan komen ze in de buurt van die 25 meter. Maar de tijd is bijna om. Hier horen we dat en ze eindigen op 21,80 meter. I haven't got any distance to refer to, that's the problem. Yeah. It's a decent advantage to go first in this one. Because nobody knows what he's up against in this one actually. So, we'll see. Are you ready? Well, let's have it, hè? Come on, big one. 3, 2, 1, lift! Het team van Zuid-Afrika met links Gerrit Baderhorst, rechts Wayne Price. Daarachter, maar die krijgen we nog wel in beeld, Anton Bjoutje. En dit is Pieter de Bruin, de reserve die meteen als coach van het team optreedt. Dit is Bjoutje. En zij hebben al snel de balans te pakken. En dan gaan ze goed gecoacht door Pieter de Bruin naar voren. Op naar de 21,80 meter die door IJsland is neergezet. Maar hier ligt die streeppas. Wayne Price. Maar ze blijven doorgaan, dat ziet er goed uit. Dat vindt hij zeker, Anton Bjoutje. Hij kan nog lachen. Maar dan gaat hij toch neer. En we komen bij Wayne Price. Normaal een zachtmoedige jongen, maar nu... Ja, zijn strep is losgeschoten. Die riempjes waarmee ze die stang vastpakken. We zien het hier bij Gerrit Baderhorst ook. Pieter de Bruin telt weer af. En dan is het weer tillen. Op naar die 21,80 meter van de IJslanders. Weer is het de goede balans. Maar kijk hier naar Wayne Price en dan lijkt het alsof het echt gedaan is met hem. Maar je weet het nooit, ze zijn sterk. Hier staat dreigend met een toeter scheidsrechter Jeff Capes. En die maakt er hier een eind aan na 20,88 meter. Verder komen ze niet, ze blijven een meter achter bij de IJslanders. En dan gaan we op zoek naar Gerrit Baderhorst met een rechtwaardige constatering. Zwaar. Wijs wel, ja. En lekker.
Competitors, are you ready? Dit zijn de Nederlanders. 3, 2, 1, lift! En hier is het startcommando van Capes. En we zien dat het helemaal fout gaat. Ja, nu. Hier staat Wout Zijlstra, de reserve van de ploeg, die als coach optreedt. 3, 2, 1, lift! En weer tillen. Dat is niet zo moeilijk voor Teft van de Parren daarachter, maar daarvoor gaat het weer fout. Moet je weer die stref vastmaken, weer jezelf opladen en op teken gelijktijdig gaan tillen. Allemaal klaar? Voor eerst, hè? 3, 2, 1, ja! Voor! Zoals gezegd, dit vreedkrachten 750 kilo. En nu gaat het aan de andere kant fout. Even recht, even recht. Het bootje is enigszins uit de koers, maar daar hebben deze heren geen probleem mee. Dan duw je hem gewoon weer recht. Ja, Ted wil wel, maar die anderen moeten het maar kunnen. 3, 2, 1, stop! Weer tillen, weer zoeken naar de juiste balans. En die lijkt nu gevonden te zijn. En dan gaan ze eindelijk op pad. En is het weer gebeurd, kunnen ze dan nog een keer opbrengen? 3, 1, stop! Over. Dat is Tjalling, stop over. En het is over naar 7 meter 16. Dit leidt dan nog niet tot verdeeldheid in het team, hè? Nooit, nooit, nooit. Er zijn nog hoop onderdelen te gaan, dus... We will back. We meet again. Nou, nog één ploeg dus te gaan. De ploeg van Groot-Brittannië met hierachter Jamie Reeves. 3, 2, 1, lift! Dit is Forbes Cowan, de schot. En dat is Gary Taylor at West. Forbes Cowan. Je kunt er dan zien dat hij het verschrikkelijk moeilijk heeft. En die boot komt wel akelig dicht in de buurt van dat publiek. Bill Pittock is de reserve van het Britse team. Hij houdt het goed in de gaten. En dat heeft tot gevolg dat die balans blijft. En dat ze in een mooi tempo naar de streep toe gaan. 21,80 meter, de te kloppen afstand van de IJslanders. Kleine pasjes bij Reeves. Steeds bijsturend. En dan wordt hij neergezet. Swap, roept hij. Wisselen. En dat mag. Staat nergens in de reglementen dat dat niet mag. En dus zien we hier Reeves voor het zware werk. Hij heeft gewoon iets meer reserve dan Cowan. En dan komen ze in de buurt van die 25 meter. Halen ze die ook. Echt nodig is het natuurlijk niet. De afstand die ze moesten kloppen was 21,80 meter. En kijk eens, ruim 24 meter voor het Britse team. A very good coordinated performance, is that right? Well, watching other competitors, Russian, number four man, left, right, brilliant. They keep the grip, balance, what a team. Maybe the oldest, but the best. A boat a day keeps the doctor away. Een mooie variant van Gary Taylor. De uitslag van het eerste onderdeel. 1 Groot-Brittannië 4 punten, 2 IJsland 3 punten, 3 Zuid-Afrika 2 en Nederland is laatste met 1 punt. We varen hier in het uiterste westen van het eiland White. Kenmerkend voor het landschap is het gekleurde zand en de vele rotsen van kalksteen Needles genaamd. Het is een plaats die angst inboezemt bij zeevarenden, want de Needles hebben heel wat scheepsrampen op hun geweten. De laatste dateert van 1947 en op deze plek liggen maar liefst 20 wrakken op de bodem van de zee. Je mag dus rustig zeggen dat die vuurtoren daar op de punt absoluut geen overbodige luxe is. Nou, we hebben twee vuurtorens met gekleurd zand van elk 15 kilogram na laten maken, waarmee onze sterke mannen aan het werk kunnen voor de crucifix. En we zijn daarvoor opnieuw op de esplanade van Shanklin met uitzicht op het uitgestrekte strand en de rotsen op de achtergrond. In tegenstelling tot het eerste onderdeel is dit een individuele discipline waarbij ieder team zijn eigen specialist heeft aangewezen. Voor Zuid-Afrika krijgen we in de strijd Wayne Price. 27 jaar, 1,92 meter en 142 kilo. Hij zat op atletiek, voetbal, cricket en rugby, maar maakte in 1989 de overstap naar het sterkste mannenbeen. Zo lang mogelijk blijven staan met gestrekte armen. Doe je dat niet, dan krijg je een waarschuwing. Ga je dan nog een keer in de fout, dan is het over. 20 seconden zit erin. Heel belangrijk, goed doorademen. We horen het Capes roepen. Warning, waarschuwing dus. En misschien is dat het wel. Hij eindigt op 36 seconden.
kreeg een waarschuwing aan het einde en toen hield het op voor je. Terecht, die waarschuwing? Ja, kijk, dit is gewoon weer als je moe wordt, dan trek je die arm, is je geneigd om die arm zo'n beetje in te trekken. Dat, dit komt, is die voordeel van een waarschuwing. En je probeert maar net nog dat beetje extra uit te houden, weet je zo. Nederland als tweede vertegenwoordigd door Big Ted van der Parre, de regerend sterkste man van Nederland. 2,13 meter lang bij 165 goed verdeelde kilo's. De crucifix is een onderdeel waarop hij zich doorgaans zeer goed thuis voelt. Hij heeft het wel eens over de minuut volgehouden. Maar of dat nu ook lukt, die dingen zijn 2 keer 15 kilo. Luister naar Tjalling. Bewegingloos. 20 seconden. Weer die coaching van Tjalling. 36 seconden had Zuid-Afrika. Gaat hij daar overheen? Hij staat nog steeds bewegingloos. En daar is hij overheen. Aanzienlijk minder dan zijn persoonlijk record, maar toch een stuk beter dan Zuid-Afrikanen. 45,8. 45 seconden en nog wat. Ja, God, ik vond hem vrij zwaar. En op een gegeven moment krijg je van heer Keeps waarschuwing dat je arm moest trekken. En dan ga je strekken, maar dan krijg je ineens die knak in je schouder krijgen. Dan ga je zakken. En dan ga je weer buigen. En dan krijg je nog een keer een waarschuwing van hem. En dan weer het helemaal goed doen, maar dat gaat er niet meer. Namens Groot-Brittannië is dit Jamie Reeves. In 1989 was hij sterkste man van de wereld. Door een operatie aan beide armen is hij bijna 2 jaar uit roulatie geweest. Hij is nog niet al te lang terug, dus dit lijkt een beetje een gok van de Britten. De te kloppen tijd nogmaals, die van Ted van der Parre. 45,8. Goed doorademen. En dat doe ik ook, zegt hij. 20 seconden. Aanmoedigingen van reserve Bill Pittock. Maar nog steeds geen verval. Halve minuut. Ted van der Parre 45,8. Dat is nog 10 seconden na nu. 40 seconden. Maar ze schreeuwen hem naar een betere tijd, maar haalt hij hem ook? Jazeker wel, hij gaat er net overheen. This is one of Ted's strong events, you know, we go back to Iceland in 92, to Sordold, so it was important for a little bit of revenge this time. But just by 1 second. That's all you need. Lock it out. Begin! De laatste van de vier, Torvi Olafsson voor IJsland, 30 jaar, exact 2 meter lang en 165 kilo. Hij begon als 17-jarige met powerliften, werd daarin 2 keer Europees juniorenkampioen en speelde daarnaast basketbal. Maar ja, wat wil je met 2 meter? Geïnspireerd door zijn te vroeg overleden landgenoot John Paul Sigmarsson, de man die 4 keer sterkste man van de wereld werd, maakte hij een paar jaar geleden de overstap naar deze sport en met succes zo te zien. Halve minuut, Zuid-Afrika had 36 blank. Daar gaat hij nu overheen. En dan komt hij in de buurt van Ted van der Parre, 45,8, maar dat haalt hij niet. 43,4 is zijn eindtijd. Not far away from Ted en Jamie. Next year. Kick his ass. We krijgen de stand na 2 onderdelen. Groot-Brittannië wint zijn 2e onderdeel, heeft 8 punten. 2e is IJsland met 5, 3e Nederland met 4 en Zuid-Afrika sluit de rij met 3 punten. Voor het volgende onderdeel zijn we verhuisd naar het midden van het eiland, naar de hoofdstad Newport met zijn 23.000 inwoners, gelegen aan de rivier de Medina. Het stadsbeeld wordt beheerst door fraaie huizen uit de 18e en de 19e eeuw, een Romeinse villa en de kerk van St. Thomas, gelegen aan het gelijknamige St. Thomas Square. We hebben het al even gezien bij het onderdeel de crucifix. Het zand, dat door zijn rijkdom aan mineralen ook een prachtige kleur heeft aangenomen. Nou, het komt bij dit onderdeel uitstekend van pas, want we hebben er een heleboel van nodig. Met deze kokers van 10 kilogram gaan we namelijk deadliften. Ready? En net als bij de crucifix is ook dit een individuele discipline. Ook hier dus de specialisten. Voor Groot-Brittannië is dat Forbes Cowan die met 260 kilo begint. Rug en benen moeten gedurende 2 seconden volledig worden gestrekt. Dat lukt dus.
Hoor je het zeggen? 270, 270 kilo voor Tjalling van den Bos. Lift. Good lift, dat ging dus heel makkelijk, maar dat ging het de Kouwen ook. Don't tell me that you withdraw. I've withdrawn. Got a small twinge in the left-hand side of my back. It feels as if it's a disc ready to come out. So I'm not going to beat Magnus. I've heard it anyway. And all I can hope for is beating Charlie to get one more point. So it was real leaving this and keeping it for the rest of the competition. De wedstrijd heeft plotseling een heel andere wending gekregen. De eerste instantie was natuurlijk om Engeland te verslaan. Ja, dan moet ik tegen twee andere kanjes op. Baarle-Horst en Magnussen. En volgens de hiërarchie ben ik daar derde, achter die jongens. Dus ja, dan moeten we de hiërarchie aanvallen. Dit is dus Baarle-Horst. En hier is Tjalling. Hij gaat voor 380 kilo. We maken dus een flinke sprong in de wedstrijd. Prepare to lift. Lift. 380 kilo. Down. En het gaat dus goed. Hij is nog steeds in de wedstrijd. Maak ons op voor de volgende. Gerrit Baarle-Horst op sokken. En dat is niet onhandig, want dan sta je weer net een paar millimeter lager. Je moet dat stukje vast niet overbruggen. Ook hij 380 kilo. Down. Ook goed dus. Charlie, come on. Ik word wel hard, hè? Tjalling voor 410 kilo. Dat lukt niet, maar dat is niet erg. Anderhalve minuut hebben ze de tijd. Ze mogen net zoveel pogingen doen als ze willen. Maar dan ziet hij het hopeloze ervan in en maakt hij er een eind aan onder applaus van het vele publiek daar op St. Thomas Square. Ik stond op een gegeven moment voor op hun, maar zij wachten gewoon. Dus dan kan ik er tussendoor wel een beurt pakken, maar dan blijf ik alleen maar op voorsprong. Dus dat geeft mij niks. Dus ik moest wachten tot zij weer een beurt hadden gedaan en dan moest ik daar overheen. Prepare to lift! Wat hem nog niet gezien, Magnusson, hij gaat dus hier voor 500 kilo. Weer een flinke sprong in de wedstrijd. En dan moet die andere overgebleven, de Gerrit Baarle-Horst, er maar overheen zien te komen. En dat kan alleen maar door deze 510 kilo te liften. Prepare to lift! Come on! Lift! Down! En ook daar, commando down, dus ook een good lift. We slaan de 520 over en we gaan naar 530 voor Magnusson. En ook dat lukt. Maar we hebben hier dan ook te maken met de twee beste deadlifters van de wereld. Bananen, misschien dé manier om ooit nog eens op dit niveau te komen. We hebben 530 van Magnusson gehad. Hier staat 540 kilo. En dan moet u weten dat het wereldrecord stond op 535. Dus laten we kijken of Baarle-Horst dat redt. 540 kilo. Ongelooflijk. Zien we het als een nieuw wereldrecord voor Gerrit Baarle-Horst of voor Zuid-Afrika? Zuid-Afrika, definitief. Voor mezelf ook natuurlijk. Maar vergeet daarvan. Ons is nog niet klaar. Die Magnus lijkt bijna goed. En ik is zeker daarvan. Magnus kan nog zwaarder gaan. En dat doet hij dan ook op 550 kilo. Terwijl hij natuurlijk heel verstandig ook op 540 had kunnen gaan. Dan had hij de punten kunnen delen met Baarle-Horst. Gokt hij hier. Als hij het niet redt, blijft hij staan op 530. En wordt hij tweede op dit onderdeel. En het lijkt erop alsof hij het niet redt. Baarle-Horst is al blij. Ho, zegt Capes. Er is nog tijd. We hebben anderhalve minuut totaal. Dus weer die 550 afschuwelijke kilo's voor Magnus Vermarkusson. De regerend sterkste man van de wereld. Maar hij redt het niet. Hij wordt tweede. En Gerrit Baarle-Horst, of zoals hij het zelf al zei, Zuid-Afrika, wordt winnaar van dit onderdeel. Magnus. Kom hier. Congratulate you.
good, brother. It was good, huh? This time you really win for me, huh? Yeah. A battle between countries. Yeah. Between the Vikings. Tussen de Vikingen, maar die hebben ze weinig in Zuid-Afrika. De stand na 3 onderdelen. 1 Groot-Brittannië 9, 2 IJsland op 1 punt, 3 Zuid-Afrika daar weer 1 punt achter en 4e is Nederland op 6 punten. En dan gaan we voor het 4e afsluitende onderdeel van die dag naar een heel andere locatie. Even ten westen van Newport ligt Carisbrook. Gerucht dat bekend is vanwege zijn kasteel. Het werd in 1100 geschonken door de koning aan ene Richard de Redverse. En zijn familie heeft het 200 jaar in handen gehad. Er is veel te zien in het kasteel, zoals bijvoorbeeld het museum van het eiland Wight. Bij het volgende onderdeel komt het duidelijk aan op handwerk. Het laden en lossen van zware voorwerpen. Gary Taylor is nog even privébezit van de Engelse jeugd, terwijl zijn teamgenoten en die van IJsland zich vast concentreren op de volgende taak. En die taak houdt in dat de heren in totaal 9 voorwerpen van 100 kilo elk vanaf het startpunt naar een boerenwagen moeten brengen. Dat dan zo snel mogelijk. Het gaat in estafette vorm, terwijl iedereen volgens een eigen vrije keuze 3 objecten moet verwerken. Dit is het team van Groot-Brittannië. Met Taylor, Reeves en Cowan. En rechts de IJslanders met Olason, Gudjonsson en Magnusson. Competitors, are you ready? 3 keer zo'n vrachtje van 100 kilo over een afstand van 10 meter. Ga er maar aan staan. Magnusson als eerste met die ton. En Cowan met een kist. En later iedereen zeggen, die kisten, dat waren echt ondingen. De IJslanders pakken echt een lekkere voorsprong op de Engelsen. Taylor met die kist, daar zijn ze tenminste vanaf. En dan Olafsson met die kist. De achtergrond Reeves heel snel met die zak van 100 kilo. Loopt de achterstand weer in. Dan Magnus weer met een ton. En Cowan met een kanon. Terwijl aan alles is gedacht. Nog steeds is er een kleine voorsprong voor de IJslanders op het oog. Dat Taylor hier zijn vrachtje aflevert. En kijk, dit kost natuurlijk kostbare seconden. Olafsson die kist laat vallen. En daar pakt Engeland zijn voorsprong. Het gaat natuurlijk niet alleen om winnen, het gaat om de tijd. Want hierna komt er nog een heat. Cowan met een ton en Magnusson met een anker. En dan is Taylor al onderweg. Levert dat ding af. Gudjonsson met die zak. En dan zien we het dat Reeves als laatste een object aflevert. En dan komt de tijd en die is 1.04.34. Terwijl Olafsson het laatste ding neerlegt na 1 minuut 9 seconden 58 honderdste. Alweer een goede prestatie dus van de Britten. Maar ze moeten niet te veel gaan winnen, want dan grijpt de spanning er natuurlijk al een beetje af. What are you up to? Oh, we don't have one yet. That was the first heat. Good time. I think our choices of objects was good. Very awkward things to handle. But the boys did really, really well. Couldn't be better. Everything is going smoothly. You know, each time we meet up, we're usually competing against one another. And there's a lot of needle and aggression. But it's starting to bond together, you know, as a team. We're feeling good, you know. The longer it goes on, we seem to be working smoother together. It's a pleasure just to be in these guys' company. Nou, dus moeten we nog maar eens een keertje vaker gaan organiseren zo'n wedstrijd. Dan aandacht voor Nederland met Tjalling van der Bos die meteen al ver uitloopt met dat tonnetje. Gaat bijna onderuit, maar blijft op de been. Dit is Wayne Pryce met die kist, die afschuwelijke kist, maar dat wisten we inmiddels al. Het kanon van Ted van der Parre, zelf ook een kanon. Dan is die tweede kist hier via Anton Bjoutje er. Berend Veenenberg met de kist. Gerrit Badenhorst heel snel met die zak. Tjalling van der Bos die dat cilinderachtige ding aflevert. We hebben nog steeds een voorsprong. Het Nederlandse team heeft een voorsprong van 1 meter of 10. Ted van der Parre met die zak. Anton Bjoutje met die ton. Die er dus niet op gaat. En dat kost seconden. Berend Veenenberg gaat gewoon door. Hier pakt Nederland voorsprong. Gerrit Badenhorst ziet dat hij moet wachten. Hij mag nog niet weg. Dan pas als die ton erop ligt. Tjalling van der Bos ook met een ton. Gerrit Badenhorst is heel snel. Maar kan niet voorkomen dat Nederland toch zijn voorsprong houdt. Wayne Pryce met een anker. En ook een anker en meteen het laatste object voor Berend Veenenberg. De tijd van Nederland, 56.09. Fantastisch. Ver uit de snelste tijd. Terwijl Anton Bjoutje nog onderweg is met dat kanon dat er nu op gaat. En dan is het Zuid-Afrikaanse team nog niet eens klaar. Want hier komt Gerrit Badenhorst als laatste in een eindsprint met die zak. En zij eindigen in 1.08.69. Maar Nederland wint dit onderdeel. Dat eigenlijk met die eerste onderdeel misging. Het eerste onderdeel ging gewoon doordat de coördinatie van het team niet goed was. Ging mis. En dan ging het fantastisch. Nou lukt alles wat toen misging. If you get beat by better guys, you just have to take it and come back stronger next day. You know, I don't like getting beat. Gary doesn't like getting beat. Forbes doesn't like getting beat. But what can you do? We just have to take it.
Inderdaad, Jamie. Even slikken. De stand na deze laadrace 1 Groot-Brittannië 12. Nederland maakt een mooi sprongetje door die winst. Komt op 10 punten. Zuid-Afrika en IJsland delen de punten samen 9. In het noorden van het eiland White vinden we Osborne House. Een villa in Italiaanse stijl, ook alweer prachtig om te zien. Het is geen wonder dat het eiland door de eeuwen heen een grote aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op allerlei celebrities, schilders, dichters, staatslieden enzovoort. En op deze plaats ontving koningin Victoria haar hooggeëerde buitenlandse gasten. Osborne House is onveranderd gebleven sinds haar dood in 1901. Maar 40 jaar geleden gaf de huidige koningin Elisabeth toestemming de zomerresidentie open te stellen voor het publiek. Vandaar dus dat wij ook hier zijn. En met deze schijven maken we ons op voor het vijfde onderdeel, de boomstammen. Gary, may we say a burden on your shoulder being the favorite for this event? It's always been a little bit harder when you're the favorite. Unfortunately, I broke the world record in this 3 weeks ago, so a little bit of pressure on to do well again. Some good competitors here today, so I'm gonna have to really work hard, I think. Are we gonna break it again? I think we're gonna have to come very close to win, yes. Depending on what the log feels like, you know, how they push each other. But I think it'll get close. Op het Nederlands niveau zit ik daar vrij goed mee. Ja. Leg maar zeggen, hoogst op dit moment misschien wel de beste. En nu krijg je dus een internationaal niveau waar je dus ook andere jongens tegenkomt. Waar ik bijzonder benieuwd ben om me daar een keer mee te kunnen meten natuurlijk. En daar wacht je eigenlijk al heel lang op. Prepare to lift. Lift! De Locklift boomstamtiller dus alweer een specialiste onderdeel met als eerste in beeld Gary Taylor voor Groot-Brittannië. De Welshman is 37 en werd in 93 sterkste man van de wereld in het Franse Oranje. Alle vier zijn ze nog in de wedstrijd. We zijn inmiddels bij de 140 kilo. Prepare to lift. 140 kilo ook voor Berend Veenenberg. Eerder pakte hij de 120. Voorslaan is niks mis mee, maar dan het uitstoten. En dat doet hij ook. En hij ligt hem heel beschaafd neer op jotenbanden. We blijven bij die 150 kilo en komen bij Anton Boutje. Schrijft Boutje, maar zelf zegt hij, ik heet Boutje. Hij is 22, 1,75 meter en 135 kilo zwaar. Toen het ventje 12 was, woog hij al 95 kilo en kon toen een steen van 100 kilo boven zijn hoofd tillen. Nou, en dit lukt hem ook allemaal best. Good lift. We blijven op 150 kilo staan en komen bij Gunnar Gudjonsson. Hij is 32, 1,86 meter en 134 kilo. Hij woont sinds 1986 in het Deense Aarhus, waar hij als elektrotechnicus werkt. Vroeger was hij handbalkeeper en bodybuilder. En dat is ook wat te zien aan de man. Voorslaan. En dan het uitstoten. En dat doet, zoals we zien, de brave Gunnar in etappes. En dat mag. Even laten rusten op het hoofd en dan uitstoten. 150 kilo lukt. Gary Taylor, 160 kilo. Onlangs verbeterde hij het wereldrecord tot 182,5 kilo. Dus die 160 mag voor hem geen probleem zijn. Voorslaan en het uitstoten. Nee. Welshman heeft kennelijk problemen. Weer voorgeslagen en dan uitstoten. Maar het lukt hem niet en dat zou toch een ongelofelijke verrassing zijn als hij zou moeten afvallen. Zo vroeg al in de wedstrijd. En dan weer opladen, concentreren. Op dit moment heeft hij nog maar 20 seconden van de toegestaande anderhalve minuut. 20 seconden om het ding te tillen, voor te slaan en uit te stoten. Dat gaat allemaal redelijk snel, maar nu dat uitstoten nog, heeft hij de krachten ervoor? Jazeker wel. En dan blijft hij 2 seconden staan. En dan is het dus goed. Hij slaagt op 160 kilo. Gary Taylor. Ook 160 kilo voor Berend Veenenberg. Berend kwam nog nooit zover. 160 kilo. Het zou voor de eerste keer zijn als hij dat redde. We horen Tjalling van der Bos op de achtergrond zeggen. Perfecte techniek. Want het is natuurlijk niet alleen maar kracht. Het is vooral ook techniek en concentratie. Nu eruit. Kan hij dat 160 kilo? Gaat moeilijk, maar hij slaagt wel op die 160 kilo. Dat is een Nederlands record voor Berend Veenenberg op de boomstam. Is genoeg tijd? Nieuw Nederlands record. Gelukkig, eindelijk.
Dat mocht ook een keertje. We hebben lang genoeg wat voor gedaan. Het ging lekker. Met een fijne boomstam op zich. En die jongens die peppen je een beetje op. En je gaat gewoon mee. Je moet er gewoon mee. Niet voor niets op tijd naar bed gegaan? Nee, ik lag gisteren om half wel gestrekt. Your own time. Prepare to lift. 160 kilo dan voor Anton Bjautje. Lift. Het gaat allemaal heel makkelijk bij dat geblokte mannetje. Nou nee, toch niet zo. Net zoals Gudjonsson even laten rusten op het hoofd. Concentreren en uitstoten. En blijven staan. En dat doet hij. Ook hij goed voor 160 kilo. En dan Gunnar Gudjonsson. Hiervoor pakte hij de 155. En nu kijken of hij het op de 160 ook kan. Verlangt u van ons niet dat we de aanmoedigingen van de IJslanders voor u vertalen. Maar neemt u aan dat ze bij hem zijn. En dat lukt dus niet. De tijd is nog niet om. Kijk, ze Gerrit Badenhorst tegen Boutje, zo moet het dus. Nou, doe nou nog één keer. Tillen, het voorslaan. Het angstig verre doorbuigen van die rug met 160 kilo daarbovenop. En dan het uitstoten. Maar hij voelt het al, dat zit er niet in. Was it your record, 155? Yes, in this discipline, yes. So you can be happy? Okay, such a way, yeah. Prepare to lift, then. We zijn terug bij Gary Taylor namens Groot-Brittannië. De Welshman moet nu 165 kilo gaan tillen. Die 160 hiervoor die ging al moeilijk, dus hoe gaat het er nu met die 165? Voorstaan is goed. En het uitstoten erachter ook. Veel beter dan die vorige poging op 160. En dan Bier in Veenenberg. De 160 ging dus ook. Maar wat nu met die 165? Het voorslaan is afgerond. Dan uitstoten. Er is nog tijd, maar... Lukt het ook? Nee, het lukt niet. Hij ziet het zelf ook wel. Berend blijft staan op 160 kilo. Maar toch knap. Toch een goed voor. Ja. Het punt van het voorslaan is niet zo'n probleem. Ik denk dat hij gewoon even een paar weken nodig heeft. En dan zit hij er zeer zeker in. Je kunt toch trots op hem zijn, dacht ik. Ja, heel erg. Alleen je krijgt geen punt. Hij verbreekt net het Nederlands record. En dan komen de mensen bij hem te feliciteren. Dat geeft een bepaalde ontspanning die fout is. En we proberen het wel te verhinderen, maar ja, de mensen zijn ook enthousiast. Dus dat was even jammer. Nou had Berend het over een paar weken, maar hij bedoelde daarmee de sterkste man van Nederland. Wel, dan mag hij volgende week al aan de bak. We gaan terug naar de wedstrijd, naar Anton Bjautje, 165 kilo. Lift! Het tillen. Het voorslaan. En u hoort het ook in het Zuid-Afrikaans, is het gewoon kop. Daar laat hij mee verrusten en dan het uitstoten en staan. En dat lukt. Badenhorst kijkt nog even bezorgd of die boom geen krater in het huis slaat en koestert dan Bjautje die vervolgens net als Taylor besluit niet verder te gaan en de punten te delen. As you probably saw, there were no, we weren't getting anywhere near new world records anyway, because I think it's early in the morning, it's a little bit cold. But it turned out quite well. Unfortunately, Anton Bjautje pulled the gun out of the bag there to take half a point away from me. But I can't complain. Good competition. Felicitaties van zijn teamgenoten. Van Badenhorst, van Price en van Pieter de Bruin de reserve. En ook van Gary Taylor die nog iets extra's in huis heeft. De stand met nog twee onderdelen te gaan. 1 Groot-Brittannië nog steeds aan kop met 15,5 punten. 2 Zuid-Afrika 12,5. Nederland er vlak achter met 12. En IJsland sluiterij met 10 punten. Je moet je als toerist een foto van gemaakt hebben, want anders is je sightseeing op het eiland waar het niet compleet geweest. Midden op het eiland vinden we namelijk het plaatsje Kelburn, dat niet alleen bekend is vanwege een watermolen uit de 17e eeuw, maar ook vanwege Winkel Street. Nou, u ziet het, een prachtig rijtje huisjes met bloemen, met groen en met speciale daken. Een lieflijk decor dus. Maar het is zeer de vraag of onze deelnemers daar oog voor hebben.
Hun wacht namelijk het voorlaatste onderdeel, de Timberwalk, met twee van deze apparaten van elk 100 kilogram. Wel eens met een net iets te zware koffer lopen rondzeulen. Nou, dit is nog wat zwaarder. 100 kilo per stuk dus, en die ondingen moeten door de drie zo ver mogelijk worden gebracht. Neerzetten betekent over en uit, terwijl de volgende ze binnen 5 seconden moet overnemen. Het is een onderdeel waarbij je voornamelijk je vingers moet gebruiken. Het is knijpen, knijpen, knijpen en de pijn verbijten. De IJslanders zijn begonnen met Torvi Olafsson. Brak 4 jaar geleden bij een valpartij zijn knie en onderging vervolgens 3 operaties. En je vraagt je af of dit dan wel gezond werk is voor die knieën. Mentaal bijgestaan door zijn teamgenoten gaat Olafsson door. Hij zit op 70 meter. En we zien dat het steeds zwaarder wordt. Daar zit hij zijn neer, bijna 80 meter. De volgende, Gunnar Gudjonsson. Hoogbeentempo. Om dat tonnetje heen, dan zit hij op 100 meter. En weer terug. 110. 120. 130. En hier zien we het, het gaat hier een beetje omhoog. Een beetje vals plat. En dat is natuurlijk met twee van die ondingen verschrikkelijk zwaar. Om dat tonnetje heen zit hij op 150 meter. Magnusson staat er nog steeds bij. Hier is Olafsson. En daar is het gebeurd. Als laatste Magnus Magnusson die de timbers overneemt. Er is veel over de man te vertellen. Hij is 32, 1,90 meter, 134 kilo. Vroeger deed hij een handbal, voetbal en powerlift en in die laatste sport werd hij Europees kampioen in 89 en 91. In dat jaar ook startte hij met dit werk en werd meteen sterkste man van de wereld. Vorig jaar haalde hij die prestatie in Zuid-Afrika. De 230 meter is hij voorbij, maar de balans is weg. We zien hoe moeilijk hij het heeft. Dan tikt hij zijn beide benen aan en daar zit hij zijn neer op 242 meter 22. Dat is gemiddeld 80 meter de man. Pick it up. Kom, Gerrit. Het startsignaal voor de Zuid-Afrikanen met als eerste Gerrit Badenhorst, 33, 1,86 meter, 140 kilo. Hij is salesmanager bij een grote computerfirma in Bloemfontein. Vroeger speelde hij rugby, hij deed een gewichtheffen en powerliften. En bij de powerliften werd hij wereldkampioen in 88, 89 en 90. Maar dit is net even anders. Kijk, dan tikt hij dat bordje aan, dan is de balans compleet weg en stopt hij. En dan neemt Wayne Price neemt het over. En deze man heeft het wel in zijn knuisjes. 3 jaar geleden bijvoorbeeld trok hij een Boeing 707 van 100 ton maar liefst over 30 meter. Rond de ton. Nog steeds een hoogbeentempo. 2x 100 kilo en de pijn verbijten. En dan dat vals plat op. Naar die ton daarboven. En daar zet Price hem neer en wordt hij overgenomen door Anton Bjautje. Dat is een mooi verhaal dat we kunnen vertellen over hem. Vorig jaar was hij deelnemer aan de sterkste man van de wereldcompetitie in Zuid-Afrika. En dan kreeg hij te horen dat hij van een oom een erfenis tegemoet kon zien van 7 miljoen gulden. Dus ons startgeld had hij eigenlijk niet nodig. IJzersterk. Hij verwacht volgens eigen zeggen over 2 jaar sterkste man van de wereld te worden. En hij is pas 22. Hij komt hierbij. De ton, dat betekent 200 meter. En dan moet hij naar de 242 meter van IJsland. Heeft hij dat ook in de Namibische knuister? Want daar is hij geboren, Namibië. Maar hij woont al jaren in Zuid-Afrika. Maar dat zwabbert alle kanten op, dus het eind lijkt ons dichtbij. En het einde is daar, na 218 meter en 7 centimeter. Kent die het onderdeel? Ja, ja. Want ze heeft al voorin gedaan. En ik ben zeker dat ik zo verder gelopen heb. Als het niet voor die zeer vingers was. Nee. Tweemaal. Wat zeg je? En voor mij lam benen. Van die stom optellen. Lamme benen? En voor ja, mij lam. En voor mij zwakke hand. Nou, lachen blijven ze, de Zuid-Afrikanen. En dan komen weer de Nederlanders. En die zijn alle drie goed op de Timberwalk. Voorbeeld, vorig jaar tijdens de sterkste man van Nederland competitie in Borculo ging deze Veenenberg naar 92 meter. Tjanning van der Bos kwam op 134,5 en Ted van der Park bijna op 154 meter. Kijken of ze tot die prestaties ook nu in staat zijn. Veenenberg. Eerste keer heeft hij het tonnetje gerond. 50 meter zitten erop.
70 meter. Het gemiddelde van de IJslanders lag op 80. Daar is hij nu, maar als je het bordje aantikt, dan kun je het ritme wel vergeten. Janning van der Bos. Normaal dus ruim over de 100 meter. Maar dit is anders. Hier zit het bultje in. Niet hier, maar de andere kant. Kijk, lachen kan hij zelfs nog. Rond die ton en dan naar beneden toe. Berend Veenenberg wacht hem op. Die zegt, ik heb het even gezien. En dan gaat hij mee. En daar zit Jannings neer. En dan komt Ted van der Parre als laatste. Vorig jaar in Borculo dus 154 meter. Maar nogmaals, dit is anders. Bovendien liepen ze daar met gewichten van 90. En hier zijn ze dus 100 kilo helder. 200 meter. Was Zijlstra daarbij. En dan naar die bult. Naar die ton die op 250 meter staat. Maar het gaat moeilijk, dat zien we aan Ted. 242 meter voor de IJslanders. Ted heeft er 230 achter zich weer. 242-22. Dat was de afstand van de IJslanders. En daar is hij in ieder geval voorbij. En daar is die ton. 250 meter. Kan hij nog verder? Nee, hij kan niet verder. 251-37. En we zien hem naar zijn knie grijpen. En naar zijn kuit. 250 meter, hè? Netjes. Ja. Ik hoor het al, zo ongeveer 250 meter. Ja, het is een hel om hier omhoog te komen. Dat is ongelooflijk. Ja. Dan gaan ze voor je benen schudden en ze hangen precies op kuithoogte. Dan word je moe en dan slaan die benen weg. Dus je hebt geen controle meer. Met op een vlak parcours loop ik echt over de 100 meter. Ja. Maar dit stukje, nou, is twee keer zo zwaar. Here we win. Dus voorbij die 251 meter van de Nederlanders, Gary? Hopefully. Jamie Reeves voor het Britse team als eerste weg. 251 meter 37. Hij zat vroeger op voetbal, op zwemmen en atletiek. En het laatste blijkt, want hij maakt er ongeveer een hardloopwedstrijd van. Rond die ton, 50 meter. Hier is de grootste snelheid er al uit. Maar hij komt wel in de buurt van de 80 meter. Dan gaat hij nu voorbij. En dan wacht daar Bill Pittock. En de ton op 100 meter. En nog steeds gaat Reeves door. Nee, hier stopt hij. Gary Taylor, ook al hardlopend. Knijpen en de pijn verbijten. ...150 meter. 160, maar het gaat al moeilijker en moeilijker. Hoe lang houdt hij dit nog vol? Voor de gezwabber, 170 meter. En daar zit hij ze neer. En dan als laatste, Forbes Cowan. Forbes, die man. 200 meter. En de Nederlanders hadden 251 meter en 37 centimeter. Forbes, 230 meter. Nee, maar hij komt er wel gevaarlijk dicht in de buurt, want daar staat die ton op 250 meter. 251,37 voor de Nederlanders. En wat doet Forbes Cowan? Hij gaat niet verder. 250 meter, 23 centimeter. Dat betekent dat Nederland weer een onderdeel wint en weer een klein stapje maakt in het totaalklassement. Waar Groot-Brittannië nog steeds leidt met 18,5, Nederland tweede is met 16, Zuid-Afrika 13,5 en IJsland 12. Ik begrijp dat je de pijp aan Maarten geeft voor het laatste onderdeel. Ja, de pijp aan Maarten is te veel gezegd, maar ik heb het vorige onderdeel, die timmer een paar keer tegen mijn scheenbeen al gehad. En mijn been begint een beetje op te zwellen nou. Het is een prettig gevoel. Dus ik heb gezegd van Wout, jij bent gelijkwaardig aan mij. En dan Bernard en dan Jolling met de Stones of Strength. Klimt erin en doe je best. We zijn terug op Carisbrook Castle. Wout Zijlstra dus als vervanger voor Ted van der Parre, terwijl IJsland het nog steeds met dezelfde drie doet. Het laatste onderdeel heeft de Stones of Strength als basis. Daar kennen we echter maar 5 stenen, terwijl het er hier 6 zijn. Om iedereen evenveel te geven, hebben we eentje van 100 kilo bij laten maken. 6 stenen, oplopend van 90 tot en met 140 kilo. Ieder 2 stuks, fijne keuze, naar die vaten van 1,32 meter hoog. De IJslanders. Gudjonsson, na 18 seconden heeft hij de derde steen erop.
Dan Torri Olafsson. 23 seconden zijn vierde steen. Dan Magnus, die gaat voor de steen in de 5. 130 kilo en dan die laatste van 140 kilo. En er zijn nog maar weinig mensen in de wereld die dat gepresteerd hebben. Hij is er een van. Dus deze keer moet het hem ook lukken. En het lukt hem ook. Na 36,3 seconden. Don't touch it. Ready. Wayne Pruijs voor Zuid-Afrika. De eerste steen gaat erop in 3 seconden. Tikt die Anton Bjoutje aan. Die mag dan gaan voor 100 kilo. Erop in 9 seconden, kleine valpartij. Die Wayne Pruijs eraan tikken. Die gaat met 110 kilo. In 16 seconden. Bjoutje weer, dit kost natuurlijk seconden. Maar die ligt erop na bijna 23. En dan Gerrit Badenhorst voor de 130 en 140 kilo. Alsof hij niks weg, die 130. En dan die laatste, die 140 kilo. En die gaat erop in 32,2 seconden. En dus is er vreugde in het Zuid-Afrikaanse kamp. Wat is die laatste niet? Wat is die voor de laatste niet? We're not last, we made it. Oké. Kom op. Charlie. Ready. Charlie van der Bos. De eerste steen. 3 seconden. De tweede is voor Wout Zijlstra. 8 seconden. Ze pakken een kleine voorsprong. Janik van der Bos weer. De derde ligt erop. Wil Nederland de totaalklassement winnen, dan zullen ze ook dit onderdeel moeten winnen. Maar dit kost natuurlijk kostbare seconden bij Wout Zijlstra, die vierde steen. Die ligt erop na 24 seconden en dan liggen ze achter, terwijl Zuid-Afrika 32-24 scoorde. Komen ze daar nog onder? En dan Berend Veenenberg voor die laatste van 140. Nog nooit was er een Nederlander die dat leverde. Maar hij doet het wel. En daar om terecht te vreugde bij Berend Veenenberg. Nederland wint het onderdeel niet. Maar dat is nog steeds voorlopig althans voor de Zuid-Afrikanen. Yes. Wout, hoe is dat om koud daaraan mee te doen? Zie je wel, valt niet mee. Je bent niet echt geconcentreerd. En je maakt een klein foutetje. Maar tweede tijd, best genoeg. Berend, die laatste. Goh, zwaar hè? Hij is zwaar, maar ik wist dat het gewoon kon. En is gewoon jezelf zit je zo op te pippen. En het is natuurlijk leuk, want je bent wel de eerste Nederlander die toch die laatste steen er eens een keer opgooit op de werkelijke hoogte. Oké, this is it. Oké, ready. Als laatste dan het team van Groot-Brittannië met Bill Pittock, die als vervanger optreedt voor Jamie Reeves. Ook al geblesseerd geraakt tijdens de Timberwalk. De tweede man is Forbes Cowan. De Engelsen hoeven niet te winnen. Ze hoeven maar 1 punt te scoren, dan zijn ze uiteindelijk winnaar. Maar dat betekent dat wel al die stenen erop moeten. Bill Pittock met nummer 3. En hier zien we al dat de tijd zonder meer langzamer zal zijn dan die van de andere 3 ploegen. Dit is nummer 4. En dan Gary Taylor als laatste van het Britse team. En hier is de laatste steen, 140 kilo. De laatste bewegingen uit deze competitie. Ver over de tijd van de anderen heen. Maar daar ligt hij dan na 42,16 seconden. Het is wel voldoende voor dat ene punt. En uiteindelijk voor de eindoverwinning van Groot-Brittannië. 19,5 punt. Nederland blijft op een half puntje steken. Zuid-Afrika wordt derde met 17,5. En IJsland wordt laatste met 14 punten. Volgende week is er nog meer krachtwerk te zien. De sterkste man van Nederland om 8:15. Nederland 1 bij de AVRO.